Na jaren van plannen maken en overleg voeren kan er eindelijk gebouwd gaan worden in het gebied Lid Oost. Donderdag werden de handtekeningen gezet door wethouder Reina de Bruin en Theo van der Mazen, die met zijn bedrijf 25 eengezinswoningen gaat bouwen in het gebied tussen de Valkseweg en de Molenstraat. Door de crisis worden er niet meer zo snel leningen en hypotheken verstrekt. En dus zal het niet eenvoudig zijn om de woningen snel kwijt te raken. Wij denken door een heel grote verscheidenheid aan types te kunnen bieden en heel goed te luisteren naar de geïnteresseerden. Voldoende mensen bij elkaar te krijgen om dit plan te realiseren. En nogmaals, we laten ons inspireren door de kopers en we zijn flexibel. Daar zijn we heel blij mee dat we die afspraak met de gemeente hebben kunnen maken. We zijn in kavelgroottes, in typologie van woningen, in afwerkingsniveau. In duurzaamheid zijn we gewoon heel erg flexibel en kunnen we iedereen die interesse heeft in een woning in Lid kunnen we bedienen hier. De bouwplannen komen nog uit de voormalige gemeente Lid. En nu ligt het dus op het bordje van de gemeente Os. Wethouder De Bruin heeft er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk gaat lukken om de woningen aan de man te brengen. We kijken nu ook uit op de woning van de groep Biepers, die dus 2 jaar geleden ook zat te wachten op de mogelijkheid om te kunnen gaan bouwen. Nou, de woningen worden binnenkort opgeleverd en dat is ja, dus in feite, dat geeft dus aan dat het wel degelijk nog wel belangstelling is om een Lid een nieuwe woning te kunnen bouwen. Dus het zal wat langzamer gaan dan aanvankelijk verwacht was. Maar ik heb wel goede hoop uiteindelijk dat het toch gaat lukken. Bij de dorpsraad Lid zijn ze vooral blij dat er eindelijk weer wat ontwikkeling komt in het dorp. Volgens Janne Eikelenboom heeft het gebrek aan woningen al flink wat mensen uit Lid verjaagd. Ja, ze verlaten het dorp en ze gaan in Os wonen of elders wonen en... Ja, dan terugkomen, dat is natuurlijk weer moeilijker. Als ze eenmaal gesetteld zijn, dan blijven ze vaak weg. En het dorp wordt minder. Hè? Of de scholen worden minder, de winkels worden minder. Dus we moeten het toch wel een beetje bevolkt houden. Dat is de bedoeling. De gemeente begint binnenkort met het bouwrijp maken van de grond in Lid Oost. De verkoop van de woningen start maart volgend jaar.